Lodgehouders in Nikeri, die afhankelijk zijn van de toerismesector, willen een financiële ondersteuning van de regering. De lodgehouders opereren als eenmanszaken en hebben geen andere inkomstenbronnen. De toerismesector is zwaar getroffen door de coronapandemie. Stephanie Krama, een van de lodgehouders in Bigipang, zegt dat DC Nisha Kurban Babu vanaf de eerste dag van de lockdown in maart de lodgehouders schriftelijk heeft meegedeeld dat elke toeristische activiteit onmiddellijk gestopt moest worden. De touroperator zegt dat ze sinds maart geen inkomsten heeft gehad, maar elke maand wel op tijd haar rekeningen moet betalen. Ze hoopt dat de regering in staat is om ook ondersteuning te bieden aan deze groep.